Het was 6 jaar wachten, maar daar is hij dan eindelijk. Soul Calibur 6. Soul Calibur 6. En ik ben echt ontzettend blij dat ik nu weer on- en offline iedereen helemaal kapot kan maken. Oh yeah. Throwdown, bitch! You shredder looking mother... Ik zeg nu al on- en offline, maar hij heeft ook twee hele toffe singleplayer modes. Soul Chronicle en Libra of Soul. En Soul Chronicle is een beetje de standaard verhaallijn. Elk poppetje heeft zijn eigen verhaallijn onderweg naar het bemachtigen of vernietigen van een van de Soul Blades. En Libra of Soul is leuk. Het is een soort RPG-achtige game modus waarin je je eigen poppetje aanmaakt. En die dan het hele land doorkruist en onderweg levelt, nieuwe wapens vindt, maar ook de verhaallijnen tegenkomt uit de Soul Chronicle. Dus je bent zeg maar een bijfiguur in de lore van Soul Calibur. En dat vind ik heel erg vet. Sowieso is het epische weer aanwezig in Soul Calibur 6. De muziek, de voice-overs, de specials en natuurlijk, wat ik fantastisch vind, de ring-out geeft mij nog steeds zoveel voldoening. Vooral in het heetst van de strijd. Je kan niet meer winnen. Wat doe je? Ik sla je gewoon de ring-out. Wat nog best tricky is soms. Het vechtsysteem is ook aangepast, maar eigenlijk ook weer niet. Zo heb je nu de Reversal Edge en de Critical Edge. De Reversal Edge kennen we misschien nog uit de Soul Blade serie. Dat is eigenlijk de serie waar Soul Calibur uit voort is gekomen. Reversal Edge betekent dat er een soort slow-mo sequence wordt gestart waarin beide vechters een aanval moeten invoeren. Dan is er sprake van een soort rock, paper, scissors mechanic waarbij de ene aanval sterker is dan de ander en de sterkste aanval, die krijgt de hit. Nu klinkt dat heel erg random en op goed geluk. Dat is echter niet zo. Soms kan je aan het patroon van een vechter zien van, oh, vorige keer deed hij dat. Deze aanval, als ik deze nu invoer, dan win ik hem. Of ik doe een sidestep, of ik pak een beet, of ik doe een blok. Dus is het op goed geluk? Deels. Het is sowieso erg vet om te zien. De Critical Edge, dat is eigenlijk gewoon een soort ultimate special attack. En die zijn echt fantastisch uitgevoerd. Het geeft zoveel voldoening om iemand helemaal KO te mappen met een critical edge aanval. En dat vind ik ook heel erg vet aan deze game. Daarnaast heeft hij een uitgebreide character customization. Ondanks dat het raster van vechters vrij sumier is in Soul Calibur 6, zitten alle klassiekers er wel in. Zoals Nightmare, Kilik, Maxi en Voldo. En natuurlijk Ivy. Maar dit zijn maar 20 vechters in totaal. Natuurlijk, de klassiekers zijn heel erg vet, maar je wil ook je eigen poppetje kunnen maken en meestal zagen die er een beetje meh uit. Deze keer is dat niet het geval. De mogelijkheden in character customization zijn echt oneindig. Zo heb ik online al Ciri gezien, Kratos van God of War en zelfs een Bowsette. Nou, dat is heel vet dat je al die verschillende figures gewoon zelf kan maken en dat ze er nog grafisch goed uitzien ook. Om even terug te komen op Ciri, die we kennen uit The Witcher. Geralt is de guest figure in Soul Calibur 6. Geralt is echt een hele fijne figure en komt echt goed tot zijn recht in Soul Calibur. Het is ontzettend gaaf dat wanneer je met Geralt speelt, de muziek van The Witcher ook te horen is op de achtergrond. Die ik helaas niet kan laten horen wegens copyright dingen op YouTube. Maar jullie begrijpen wat ik bedoel. De epische muziek van The Witcher en natuurlijk epische personage van The Witcher, Geralt. Het zit allemaal in deze game. Allemaal denk ik dat deze game hem wel eventjes zoet houdt. In ieder geval tot Red Dead Redemption 2 uitkomt. Ik vind hem echt fantastisch. Ik vind hem prachtig uitgevoerd. Dat hebben ze heel mooi gedaan. En een hele leuke actie bij Game Mania. Die steelcase met game erin, die heb je nu, in ieder geval tijdelijk. In ruil van 2 games, kijk wel even op de website welke 2 games je kan inleveren. En €25. En dan is die van jou. En dan kan jij ook iedereen helemaal kapot maken. Later ga ik nog een video maken over de mechanics. Hoe moet je dekken? Wanneer moet je grappelen? Wanneer moet je dit doen? Wanneer moet je dat doen? Maar voor nu, ga hem halen. Ren naar je Game Mania. Ruil 2 games in. Pak die €25. En ik zie je online. Ik ben Robbie. En ik zie jullie later.